De avond van Radio 5. Zendtijd voor politieke partijen. Dit is een uitzending van de Partij van de Arbeid. Vanavond is Paul Snijder in de studio te gast. Meer dan 15 jaar was hij correspondent voor de NOS in Brussel. Nu wil hij graag zijn kennis en ervaring inzetten als lid van het Europees Parlement voor de Partij van de Arbeid. Om te strijden voor een Europa dat werkt voor Nederland. Ik praat met hem over de campagne en de komende verkiezingen. Meneer Snijder, u was journalist en berichtte veel over Brussel. Waarom wilt u nu de politiek in? Ik heb inderdaad 17 jaar lang berichten over Brussel. Ik werk nu nog steeds in Brussel, ben dag in dag uit eigenlijk met Europa bezig geweest. En ja, in die 17 jaar is Europa mij enorm gaan intrigeren. Ik kwam uit Amerika en toen had ik zoiets van Europa, ik weet eigenlijk niks van. In Amerika vertellen ze niet veel over Europa. Maar daar eenmaal aan het werk zag ik van een geweldig proces daar gaande is, die Europese integratie. 28 lidstaten die met elkaar samen proberen iets beters te doen dan dat ze alleen kunnen doen. Dat heb ik verslagen, daar heb ik naar gekeken, daar heb ik commentaar op geleverd. En ja, dat geeft wel de kriebels in je handen dat je er ook wat mee wil doen. En dat ik de politiek ben ingegaan, heeft alles te maken met het feit dat ik er veel van af weet. Dat ik er veel van over vind en dat ik ook heel graag wil horen wat mensen ermee willen. En dat ik er wat mee wil gaan doen. Wat kunnen we de mensen van de Partij van de Arbeid verwachten in het Europese parlement? Nou, wat natuurlijk bovenaan de lijst staat van dingen die moeten gebeuren, dat is zorgen dat er weer werk komt. We hebben natuurlijk ongelooflijk hard geknokt in de afgelopen jaren de financieel-economische crisis, de eurocrisis, in bedwang te krijgen. Dat is dan volgens financiële maatstaven gelukt. We zeggen nu de crisis is voorbij en dat komt vanwege het feit dat de economie weer een beetje opkrabbelt. Maar ja, dat is misschien een beetje over voor aandeelhouders en voor beleggers, maar niet voor die 27 miljoen mensen in Europa die op dit moment zonder baan zitten. Een veel te krankzinnig hoge werkloosheid. Zeker onder jongeren, als je beseft dat in Spanje meer dan de helft van de jongeren zonder baan is. Dat is tragisch, dat is dramatisch. En dus als Europa één ding moet gaan doen, is zorgen dat je die werkgelegenheid weer gaat stimuleren. Dat er weer banen bij komen, dat mensen weer perspectief krijgen. De werkgelegenheid aanjagen is een van de topprioriteiten van de PvdA, zegt u. Hoe wilt u dat doen? Nou, er zijn een heleboel instrumenten. Ik bedoel, dat is ook een verantwoordelijkheid van de nationale regering. Ook dit kabinet moet zijn beleid zo inrichten dat de werkgelegenheid wordt bevorderd. Europa kan stimuleren, kan inderdaad aanjagen. En heeft daar een heleboel middelen voor om te werken aan voornamelijk die vernieuwing van Europa. We moeten dus werken aan Europa dat perspectief biedt. Dat zorgt dat de toekomst bestendig is. En daarvoor moeten we gewoon weer inzetten op heel veel innovatie. Europa gaat niet zelf banen of ambtenaren in dienst nemen. Nee, je moet het bedrijfsleven de kansen geven om Europa te vernieuwen. Om werken aan banen voor de toekomst. Daarnaast is het heel erg belangrijk en het is ook weer een enorme topprioriteit dat we gaan werken aan een duurzaam Europa. Als we door blijven gaan waar we nu bezig zijn, dan branden we gewoon de aarde op en dat kan niet. We moeten zorgen voor een duurzame toekomst. De Partij van de Arbeid wil dat we in 2050 een complete duurzame economie hebben. Dat we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstof en andere soorten van brandstof. Maar dat alles duurzaam is. En door daaraan te werken, dat heeft Duitsland bijvoorbeeld geleerd, kan je de economie enorm stimuleren. Kan je enorm veel mensen aan het werk helpen. Niet gewone simpele banen. Nee, banen voor ICT'ers, voor ingenieurs, voor wetenschappers. Echt nieuwe banen voor de toekomst. En als we op dat spoor gaan zitten van vernieuwing en vergroening van Europa, kunnen we de werkgelegenheid een enorme impuls geven. Zijn er misverstanden over Europa die u zou willen wegnemen? Nou, het grootste misverstand dat ik graag zou willen weghalen is natuurlijk dat Europa voor ons beslist. Dat er iets moet van Brussel. Die zin hoor ik keer op keer ook in de tijd als verslaggever. Dat moet van Brussel. Dan zeg ik altijd, jongens, kom nou, wees even reëel. Als iets moet van Brussel, dan waren we er zelf bij. Er gaat geen besluit Brussel uit of Straatsburg uit of Frankfurt uit zonder dat Nederland daar een zeg over heeft gehad. Nederland praat gewoon mee in Brussel. En als we vinden dat iets niet goed gaat of de verkeerde kant op gaat, dan trappen we gewoon op de rem. Dan zorgen we gewoon dat het niet gebeurt wat wij niet willen. Proberen we medestanders ervoor te zoeken, want in je eentje kom je natuurlijk niet ver. Maar het is niet zo dat Europa iets naast ons is. Wij zijn zelf Europa. En wat ik altijd een beetje vervelend is, dat met een zekere angst altijd naar Europa wordt gekeken. Oh jee, dat moet van Europa, dat moet van Brussel. Nee, wij moeten niet bang zijn voor Brussel. Wij moeten Brussel en Europa inzetten voor de dingen die wij willen bereiken. En wat willen wij bereiken? Groeiende economie, meer werkgelegenheid en we willen proberen Europa aan onze kant daarvoor te winnen en medestanders binnen Europa te vinden. Wat is een van die vooroordelen die u wilt wegnemen over Europa? Nou, er zijn er een heleboel, maar eentje die in het oog springt is bijvoorbeeld de pensioenen. Er zijn partijen, waaronder 50PLUS, die maar blijven beweren dat Europa onze pensioenen gaat aanpakken. Die hebben dat zelfs als tweede punt op hun lijstje staan.
laten we gewoon vooropstellen dat Europa niets doet aan de pensioen op dit moment. We kijken daarnaar wel op sommige aspecten. Bijvoorbeeld mensen die in de grensstreek werken. Mensen die in het buitenland werken en dan hun pensioen willen blijven benutten. Als ze dan straks in het buitenland blijven wonen. Dat soort randzaken blijven we bezighouden. Maar je pensioen is veilig in Europa. Pensioen is een nationale zaak. Dat regelen we in Nederland zelf. Pensioen is niet georganiseerd door een financiële instelling. Pensioen is een sociale instelling. En wij hebben een uniek systeem in Nederland waar we zelf sparen voor onze oude dag. En dat geld blijft gewoon binnen Nederland, voor Nederlanders, op onze eigen manier. Even over uw campagne. U voert actief campagne op internet met korte filmpjes. Is dat nog een beetje de NOS-correspondent in u? Nou ja, het enige wat ik kan, denk ik, is filmpjes maken. Daar ben ik ik heb dat 30 jaar lang gedaan. Ik vind het nog steeds heel erg leuk om het medium te gebruiken. Beeld en geluid bij elkaar te zoeken en die boodschap over te brengen. En ik wil heel graag mijn boodschap overbrengen over de boodschap van kansen voor Nederland in Europa. Een Europa dat werkt voor Nederland. Dus ik ben nu vanaf 50 dagen voor de verkiezing begonnen met iedere dag een filmpje te maken. Ik raad iedereen aan om ernaar te kijken als je wil weten waar ik voor sta, wat ik wil met Europa. Ook om te horen wat ik denk dat Europa kan doen voor ons allemaal. Iedere dag maak ik daar een heel kort filmpje over, van een minuut of anderhalve minuut. Dus je hoeft daar niet een hele avond voor uit te trekken. Je kan het vrij snel beluisteren en bezien. En ja, het is een manier van communiceren met de kiezer. En ik raad iedereen nogmaals aan, kijk ernaar, luister ernaar en weet waar ik sta. U had het nog even over een sociaal Europa. Wat ziet u dan voor u? Een sociaal Europa is een Europa dat niet alleen maar denkt in termen van markt en munt, maar ook denkt heel erg in de eerste plaats van mens en milieu. Dat zijn de twee aspecten die in de afgelopen jaren te veel zijn ondergesneeuwd. We hebben te veel gekeken naar hoe het economisch en financieel weer beter moet met Europa. En in het organiseren daarvan, en hebben we hele vergaande stappen ingenomen, en die zijn ook voor een groot deel heel erg terecht, maar zijn we een beetje de mens vergeten. En wat de Partij van de Arbeid zegt, en waar ik heel erg voor wil werken in Europa, is dat ook de mens weer centraal komt staan. Zijn toekomst, de mensen die aan de kant staan, de mensen die niet mee mogen doen in onze samenleving omdat ze geen baan hebben. Daar moet Europa voor opkomen. Daar wil ik voor knokken dat zij weer mee gaan draaien in Europa. En waarom moeten we speciaal PvdA stemmen op 22 mei? Nou, als je echt vindt dat werk prioriteit is. Als je echt vindt dat er een sociaal Europa moet komen. We hebben natuurlijk nu een financieel misschien wel wat soliderder Europa dan 5 jaar geleden. Maar als je ook wil dat Europa sociaal is. Dat het mensen kansen geeft op werk. Dat er gewerkt wordt tegen eerlijk loon. We zijn ook heel sterk ervoor dat binnen Europa het gelijk werk voor gelijk loon betaald wordt. Dat we niet doorgaan met het systeem wat we nu wel kennen. Dat werkgevers in staat zijn om mensen projecten te laten werken waar ze onderbetaald worden. Met schijnconstructies, met BV's op Cyprus. En dan geen sociale zekerheid in Nederland hoeft te betalen. Waardoor ze onder de prijs van de Nederlandse arbeiders komen te werken. Dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen. Dus daar is minister Asscher nu in Nederland natuurlijk aan bezig. Maar daar kunnen we ook in Europa best nog wel een schepje bovenop doen. Nou, als je dat soort zaken wil, een sociaal Europa dat werkt aan werk. Dat weer toekomst biedt aan die 27 miljoen werklozen. Dan kan je alleen maar bij de Partij van de Arbeid terecht. Anderen hebben het allemaal hun mond vol over banen. Ook de VVD heeft het over banen, banen, banen. Maar die heeft het van, nou, de markt gaat dat wel oplossen. Nou, ik heb in 2008 met de bankencrisis gezien waar die markt toe leidt. Tot financiële chaos, financiële ellende. Waar die werkeloosheid een gevolg van is geweest. Dus je kan het niet zomaar alleen naar de markt overlaten. De markt is belangrijk en die kunnen we helpen in een richting die wij willen sturen. Dat is een sociale richting. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Wilt u meer over de Partij van de Arbeid weten? Kijkt u dan op onze website www.pvda.nl.